Mijn naam is Theo Schouten. Ik ben 67 jaar, getrouwd, 3 kinderen, 3 kleinkinderen en inmiddels gepensioneerd. En wat heeft u voor die tijd gedaan? Voor die tijd heb ik allerlei dingen gedaan bij de overheid. En ik ben, als ik even reken, vanaf 2006 ben ik wethouder geworden hier in Almelo. Dat heb ik 6 jaar gedaan en toen ben ik burgemeester geworden in Oldenzaal. En dan ben ik eind 2018 gestopt en gepensioneerd. U staat op de kandidatenlijst voor de PvdA, voor de nieuwe Tweede Kamer. Ja. Op welke plaats staat u? Plaats 48. En vanuit welk district? De kieskring Overijssel. Dus je staat in de hele provincie sta je op de lijst. Precies. Kunt u zeggen waar uw partij precies voor staat? Ja, heel kort gezegd. Mijn partij die staat voor het opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. En zoals Joop den Uyl destijds formuleerde, de spreiding van kennis, macht en inkomen. Wat zijn uw verwachtingen om gekozen te worden in de Tweede Kamer? 0. Want ik ben lijstduwer en toen ze mij vroegen of ik dat wilde worden, toen heb ik aangegeven ik heb geen enkele ambitie om de Kamer in te gaan, maar als ik de partij op deze manier een dienst kan bewijzen, dan wil ik dat graag doen. Want je hebt natuurlijk toch een zekere bekendheid in de regio. En als ik op die manier steun kan verlenen aan de Partij van de Arbeid, aan de kieslijst, dan mag je mij erop zetten. Maar nadrukkelijk niet met de bedoeling om dus in Den Haag plaats te gaan nemen in de Tweede Kamer. Wilt u eventueel kandidaat zijn voor de Provinciale Staten? Ook niet. Nee, ik ben 67, ik heb mijn hele leven gewerkt, hard gewerkt en geniet nu van mijn pensioen. Ik doe nog wel een aantal dingen daarnaast, maar niet om nog weer fulltime in de politiek te gaan en ook niet parttime in Provinciale Staten. Dat is niet mijn bedoeling. Als u niet gekozen wordt, wat gaat u dan doen? Dan blijf ik doen wat ik nu doe. En dat is met een aantal nevenfuncties nog bezig zijn en in de vrije tijd genieten van mijn pensioen. En ik blijf natuurlijk de ontwikkelingen wel volgen. Die volg je landelijk, die volg je provinciaal en die volg je ook lokaal. Ik hou Oldenzaal ook nog een beetje in beeld. En dat bevalt ons uitstekend. Mijn vrouw en ik zijn samen met pensioen gegaan. En wij genieten van de mooie omgeving hier in Twente. En al met al is het een mooie combinatie van inhoudelijke dingen nog doen. Ongeveer 2-3 dagen in de week en de rest van de week vrije tijd. U staat in de nieuwe raadzaal van de gemeente Almelo. Ja. Kunt u zeggen, oude liefde roest niet? Nou, er blijft altijd wel wat oude liefde hangen natuurlijk. Ik heb hier met plezier, ben ik hier 6 jaar wethouder geweest. En dat blijft natuurlijk altijd, zolang daar mensen uit die periode nog in de raad zitten en nog in het college zitten, hou je daar natuurlijk een band mee en hier nog werken. En je merkt wel dat na verloop van tijd, dus nu voor mij alweer 9 jaar geleden, dan wordt die binding wat minder. Dat is natuurlijk logisch, omdat er komen nieuwe mensen waar je samen niet iets gemeenschappelijks mee hebt meegemaakt. Maar er blijft natuurlijk altijd wat van hangen.